We hebben zojuist de loting gehad van de Open Haagse Stal. Rilana bij me. Rilana, tevreden? Ja, zeker tevreden. Je zit echt in een compleet regionale pool. Dat schept natuurlijk wel mogelijkheden om door te stoten naar eventueel de knock-out fase. Ja, dat denk ik wel. Dat lijkt mij. Het is een mooi poeltje, laten we het zo zeggen. Mooi poeltje, gezelligheid, je wil winnen. En het is toch ook wel jouw toernooi natuurlijk. Ja, ik wil altijd winnen. Als ik ergens aan begin, dan wil ik winnen, dat klopt. Maar gezelligheid is ook belangrijk. Je bent natuurlijk wel zwaar favoriet. Zeker gezien je laatste staat, NDB, tweede plaats. Voorbereiding Zuiderduin, Lakeside, past er wel mooi in, hè? Dat past er zeker mooi in. Ja, en hoe mooi is het om op je eigen toernooi te kunnen spelen. Dus we gaan daar lekker voor. En het is sowieso een hele goede voorbereiding. Laten we het sowieso voor de Zuiderduin. Dat is het eerste doel. Dus daar gaan we lekker naartoe werken. Zuiderduin, begin december. Dit is natuurlijk een toernooi wat begin november. 4 weken heb je dan nog. Hoe ga je die 4 weken vullen naar de Zuiderduin toe? Veel trainen. Ook lekker mijn ontspanningsmomentjes pakken samen met mijn mannetje. En competitie natuurlijk. Toch nog wel wat toernooien ertussenin. Want het zijn hele drukke weekenden. Open Sun Parks komt er nog aan. Mijn eigen toernooi uiteraard. Dus het wordt nog best wel druk. Maar het belangrijkste is denk ik trainen en toch ook even de ontspanning. Trainen, ontspanning en natuurlijk in de wedstrijden probeer je naar die gebruikelijke piek te komen. Uiteraard, dat is wel het belangrijkste. Ik wens je in ieder geval zaterdag heel veel succes. Dankjewel. Dat is mijn stadje, dat is mijn Leiden. De plek waar mijn wieg aan de Rijn heeft gestaan. La 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 Leiden, la 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 Leiden. De stad waar ik nooit...